Joost Leenhardt, je bent nu ruim 2,5 maand op de Krom actief. Je hebt je moeiteloos aangepast. Het gaat goed. Het team is denk ik vorig jaar redelijk bij elkaar gebleven. Het is toch wel lekker als je in een ingespeeld team erin komt. Dat je dan nu al 6 keer mag scoren, dat is natuurlijk altijd lekker voor een spits. Ja, inderdaad, je scoort 6 keer in de competitie in 5 wedstrijden. Ook in de voorbereiding schoot je er al geloof ik 8 in. Waarom is Joost Leenhardt, behalve zijn goals, zo belangrijk voor Katwijk? Ja, ik ben hier gekomen, ook een stukje ervaring. Ik bedoel, ik speel al bijna 14 jaar hoogste niveau. Toch een stukje ervaring, maar ook toch het type speler. Ik denk dat ik een aanspeelpunt ben. Ik pak nu zo mijn goaltjes mee, dat is altijd lekker. Vooral het aanspeelpunt zijn is denk ik bij deze ploeg wel heel belangrijk. Dat zag je zaterdag ook. Dus. Je zei het net zelf al, Katwijk is een ploeg al jaren in opbouw eigenlijk. De laatste jaren stapje voor stapje dus opgebouwd. Telkens directe versterking gehaald. De buitenwacht betitelt Katwijk nu als de titelkandidaat op het moment, wellicht terecht. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook in mei dat de puzzel echt ligt, dat we kampioen zijn? Ja goed, kijk, die weg is nog heel erg lang. Ik snap dat iedereen euforisch is na het begin, maar je moet niet vergeten dat we pas 5 wedstrijden onderweg zijn. We moeten er wel voor waken dat we niet te euforisch nu al lopen schreeuwen van we worden maar eventjes kampioen, want zo is het natuurlijk niet. Ik bedoel, er zijn genoeg ploegen die concurrenten van ons zijn. We moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken en zo bekijken we het ook. De buitenwacht mag misschien denken van we worden het wel eventjes, maar wij zelf zijn er nog niet helemaal zeker van. Hè? De start is met 13-5 natuurlijk uitstekend. Over geluk heb je niet altijd te klagen gehad, vind ik. Het spel kan ook beter, gezien bijvoorbeeld de kaartenlast, de kansen die je toch nog her en der weggeeft. Slap begin vaak. Waar moeten we zaterdag voor waken? Ja, kijk, ik ken Noordwijk natuurlijk door en door. Dat is gewoon een ploeg dat door de jaren heen tegen topploegen gewoon goed presteert. We hebben het zelf vorig jaar meegemaakt dat we bijna geen topploeg hebben verloren. Alleen van Katwijk dan hier thuis. Maar het is een ploeg om zeker rekening mee te houden. Die gaan de punten zeker niet cadeau doen. Het loopt nu eventjes niet bij Noordwijk, maar ik ben ervan overtuigd dat er zijn een heleboel aanpassingen daar geweest. Heel veel nieuwe jongens hebben ze moeten inpassen, maar ik ben ervan overtuigd dat die trainer die daar zit het allemaal wel weer op een reeltje krijgt. Hè. Is dat de reden op het moment dat het huidige Noordwijk nog niet draait? Of waar denk je dat het aan ligt? Want trainer Robert de Ruiter heeft afgelopen zaterdag aangegeven dat hij het elftal gaat wijzigen. Tenminste, als hij woord houdt. Wat denk jij? Hoe komt Noordwijk voor de dag zaterdag? Ja goed, ik weet niet wat daar precies in die groep speelt. De resultaten zijn niet echt goed. Maar ja goed, ik heb geen idee. Ik zag dat er vorige week 2 uitgehaald werden in de rust. Ja, misschien dat hij daarop doelt, maar ik weet het niet. Ja, kijk, ik denk dat je ook niet te veel moet gaan wisselen in een ploeg. Je moet wel de ploeg tijd geven om die stappen te kunnen maken. En daar hoort ook een stukje vertrouwen bij. Traditiegetrouw heeft Katwijk het moeilijk in Noordwijk. Gelukkig spelen we niet op de Duinwetering voor ons dan, maar op de Boekhorst in Noordwijkerhout. Is dat een nadeel voor Noordwijk? Ja goed, ik denk het wel eigenlijk. Ze zijn gewend om op de Duinwetering te spelen en daar zijn ze ook het sterkst. En voor hun is het ook een soort van uitwedstrijd, denk ik. Ik bedoel, Dus dat is toch, ik weet niet of het een nadeel is, maar het is zeker geen voordeel, denk ik. Waar liggen zaterdag onze kansen? Ja goed, ik denk bij hun toch dat ze een stukje vertrouwen missen nu. En dat wij er gewoon van het begin volop op moeten klappen. Dan zullen we zien wat eruit gaat komen. Maar dat ze een deukje hebben opgelopen de afgelopen wedstrijd, dat is wel duidelijk. Ja.